Ik zit hier achter een Steinway C227. Bijna het paradepaardje, dat is natuurlijk de concertvleugel, de D274. Maar vlak daaronder komt dit beest, mag ik wel zeggen. Als je hier achter gaat zitten en je gaat los, dan komt er een enorme massa van geluid. En het mooie van het instrument is, het is een Steinway. Het is het neusje van de zalm, bekendste merk ter wereld. De klank blijft gewoon mooi, hij blijft staan, hij blijft stabiel. Dynamisch bereik van deze vleugel is zo groot. Als u ruimte heeft en u kunt het plaatsen, dan is dit bijna het mooiste wat je kunt kopen, vind ik. Het heeft heel veel kenmerken van kwaliteit. Als je alleen al naar het klavier kijkt, dat is nog ivoor. Het instrument is uit 1982. En toen was het in principe al verboden, maar de fabrieken die hadden nog ivoor over. En dat hebben ze opgebruikt. En gelukkig mag het niet meer, maar het speelt toch wel heel fijn. En dit zijn hele stukken. Normaal zie je hier altijd een gleufje tussen zitten. Maar bij hun meest exclusieve modellen hebben ze hele stukken ivoor gebruikt. En dat ze hele stukken gebruiken is omdat, of dat ze normaal hier een caping in maken, is dat ze anders wat moeten weggooien, wat natuurlijk zonde is. Maar kosten nog moeite zijn bespaard aan materiaal voor dit instrument om daar het meest optimale van te maken. Het kenmerken van dit instrument is dat wij heel groot onderhoud hebben gegeven, maar we hebben geen onderdelen vervangen. We hebben deze vleugel binnengekregen en die was in dermate goede staat. Vaak wordt bij Steinways van deze leeftijd, het instrument kan nog makkelijk 40, 50 jaar mee zonder grote revisie. Maar er worden vaak onderdelen vervangen omdat het een Steinway is. Dat vonden wij echt zonde. Dus in het kader van duurzaamheid hebben wij alle onderdelen, want ze zijn nog gewoon goed. Ze gaan nog minimaal 30, 40 jaar mee en misschien nog wel langer als het instrument goed onderhouden is. Dus alles in het instrument is origineel. De snaren, de zangbodem. Dus alleen groot onderhoud en heel veel geïntoneerd en gelijkmatig gemaakt. Hè. Vooral het reguleren van het mechaniek, dat elke toets even zwaar inspeelt of indrukt. Dat is juist bij een instrument als deze heel belangrijk, want hij luistert heel nauw. Het is een instrument die moet je echt leren kennen, je moet het echt temmen. Maar als je dat onder de knie krijgt, dan is het een vriend voor het leven. Ik zal wat spelen en ja, ik wil u echt uitnodigen om het zelf te komen proberen. Want als je dit hebt gevoeld, dan wil je eigenlijk niks anders meer.